Altijd. Koe is altijd gezellig. Biertje voorbij geschonken? Ja, ja. Ik heb wel weer genoeg op, jongen. Breda Nu. Je weet het meteen. In Café de Koe gingen drie prinsen incognito op avontuur. Wij gingen op pad om ze te ontmaskeren. Zal het ons lukken of zijn de andere feestgangers ons voor? En wat vind je nou van die cognito? Laat eens even wennen. Normaal ga je, als je met een band bent, kijk je naar het kleding dat ze aan hebben. Ja? En dan moet je alleen maar lopen zoeken wie waar is. Ali G. Oh, van Borat. In de house. Van Sacha Baron Cohen, toch? Yes. Ik ga straks optreden en ze zei in het geel, dus ja, ik kom in het geel. Van welke band zit je? Biermagneten. De biermagneten. Biermagneten? Ja. Ah, leuk. Nou, heel veel succes straks. Ja, gaat goed komen. En jullie nemen in Koeg niet zo wel letterlijk, hè? Ja, zeker. We moeten wel een beetje leuks van maken, toch? Maar is het dan ook zo, als wij hier aan trekken, zeg maar, dat er bier uitkomt? Oh, wacht maar waar. Ja? Wacht maar waar. Het is niet waar. Dat is wel een beetje jammer, hoor. Dat hadden we heel leuk gevonden, maar dat kregen we niet georganiseerd. Nee. Is het een beetje leuk hier? Altijd. Koeg is altijd gezellig. Biertje voorbij geschonken? Ja. Ik heb wel weer genoeg op, jongen. Ik heb heel even uw hulp nodig. Oh. Ik ben op zoek naar een aantal prinsen, maar die zijn allemaal in normale pak, zeg maar. Ja, dat kan, maar weet ik niet. Ja. Nee. Zo kunnen, dat weet ik niet. Nee. Maar heeft niet iemand zien lopen die op een prinscarnaval lijkt toevallig? Ja, hier denk ik. Van Ruis van? Van Prins Hagen. Nee. Ben je prins van Prins Hagen? Wat ben ik? Ik ben geen prins van Prins Hagen, toch? Nee. Ik weet het niet, hoor. Nee. Maar nou ben ik zelf op zoek naar een aantal prinsen die verkleed zijn. Ja. Maar ik weet niet waar ik die kan vinden. Ik weet ook niet of die vanavond hier zijn. Ja, ze zouden hier wel zijn, aantal. Ik heb ze nog niet gezien. Nee? Dan gaan we heel even verder zoeken. Goed zoeken. Dankjewel. Hey, we hebben even lopen zoeken, maar we hebben gevonden de boom van het Ginneke. Nee. Vandaag ben ik in Cognito. Vandaag. Dus vandaag doe ik de presentatie. We hebben een feestje neergezet en vandaag ben ik alles behalve baron. Het is wel gezellig hier. Ja, ik vind het wel. Ja. We hebben hier wat pils, leuke kapellen. Lekker een beetje Mark van Overveld, geweldig artiest. Dus ja, dit wordt één groot feest vanavond, dat kan niet anders. Ja, we hebben er echt een uur over gedaan om minimaal om je te vinden. Ja, maar ik moest gewoon nog even met mijn oude bielopertjes, waar ik natuurlijk zelf een onderdeel van had. Hij kon het niet laten om toch even nog even lekker wat mee te rammelen. Dat vind ik toch nog wel heel erg leuk ook, hoor. En hoe is het om zo'n feest gewoon in je eigen dorp te hebben? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Het is natuurlijk voor heel Breda, want het is een Breda's feest. Het is alleen toevallig in Prinsenhagen. Ja, en dat is natuurlijk mijn dorp. Ja, dan kan het natuurlijk niet beter. Lekker dicht bij huis, dat kan niet beter. Ben je helemaal klaar voor carnaval? Eerste jaar natuurlijk. Ik ben er helemaal klaar voor. We hebben het lekker druk. Soms denk ik wel zo, moet ik het allemaal gaan rondbreien, maar ik heb zulke goede mensen achter me en dat gaat allemaal goed komen. Dat gaat er echt goed komen. Nog een paar biertjes en dan... Ik ben de enige prins, maar iedereen weet dat al wel hoor, maar ik ben de enige prins die gewoon geen bier drinkt. Hè? Niet lekker? Nou ja, ik vind het echt niet lekker, maar ze noemen mij tegenwoordig al prins Baco. Dus dan weet je genoeg, hè? Dat is ook helemaal goed. Ja, zeker hoor. Lekker hoor. Heerlijk. Hey, veel plezier vanavond en tot over een paar maanden. Zeker lukt. Nou, misschien over een paar weken. Sorry, een maandje. We gaan niet te lang meer wachten, hè? Nee, zeker niet. Het moet gaan rammelen nou, hè? Heel veel succes jullie. Dankjewel. Ook. Ja, helaas hebben we maar twee van de drie prinsen kunnen vinden. En bij deze wil ik prins Daan van Breda van harte feliciteren. Ja, prins, jij bent de enige die letterlijk incognito is gebleven en die we niet gevonden hebben. Maar dat komt helemaal goed met carnaval, want dan ga je jou vinden en ondervragen. Breda Nu. Je weet het meteen.